Vandaag zijn we in Holten. Wij gaan de Holterberg beklimmen. Dit is een berg van ongeveer 62, 63 meter. En wij gaan daar naar boven. Dan keren wij, hebben we 5 kilometer gehad, gaan we weer naar beneden. Deze run heet ook wel de Diepe Helloop. Ja, heel slim uitgekozen omdat wij volgende week ook de zwaarste halve marathon van Nederland gaan doen. De Berenloop. We gaan het zien. Ik heb er hartstikke veel zin in. Ik ga op zoek naar het startnummer en wij spreken elkaar zo weer. We hebben de plek gevonden waar we ons startnummertje op kunnen halen. Dus dat gaan we nu eerst eens even doen. Goeiedag, kom even een startnummer ophalen. 653. Heel benieuwd. Ah, hartstikke bedankt. Het startnummer is binnen. 653 is het geworden. En wij gaan hem even opdoen. We hebben het startnummer alweer op. Hartstikke mooi. En we kwamen zelfs alweer een bekende tegen. Terwijl we toch weer 100 kilometer van huis zitten. Nou ja, een bekende van het kanaal dan. Hè? Ze stond even met mij te kletsen. Terwijl ze niet door had dat ze op de Time Warp video terechtkwam. Voor het startnummer opdoen. Nou, wij gaan nu richting de start. En geniet ervan, jongens. Dat ga ik ook doen. Oh, dit was een hel. De diepe hel. Nou, het blijkt dat ze allemaal aparte startvakken hebben. Ja, en dan moeten wij ons startvakje ook opzoeken. Je hebt de eerste, dat is 10 kilometer binnen 35 minuten. Nou, dat gaan wij niet redden. En hier hebben we een startvakje van 10 kilometer tussen de 46 en 55 minuten. Nou, deze jongen zag dat het 60 meter hoogte was. Dus ik ga nog een stukje naar achteren toe. Heerlijk is dit hoor. Kunnen ze zien hoe traag ik ben. Alles wordt hier dichtgezet. En ik loop nog maar even door naar achteren. Want dit gaat hem ook niet worden. Kijk aan, er komt beweging in. De eerste renners zijn al lang onderweg. En wij mogen nu rustig richting de start wandelen. Het is toch echt een grotere run dan ik verwacht had. Ik dacht, we gaan een beetje over een bergje heen met 300 man. En dat was het. Maar ze hebben de hele stad, hebben ze gewoon, of de hele stad, het hele dorp. Ik weet het ook niet wat Holten is. Maar die hebben ze helemaal omgetoverd tot één groot hardloopterrein. En daar gaan we dan.
If you keep this up, then I'll let you in. Cause you have a way with me like no one else. Yeah, you almost make me fall in love. Yeah, you got me hypnotized under your spell. I know I'll go home with you tonight. Oh, wanna get you closer to my body. Wanna feel your hands all over me. Gonna make them jealous, everybody. Cause you know we got it, chemistry. Oh yeah, all around me. Oh yeah, chemistry. Oh yeah, you and me. Yeah, you know we got it, chemistry. You make all my problems feel miles away. Nothing in this world made sense up till today. I can see the colors now, no black and white. Ach kijk jongens, welkom op de Holterberg. Ze doen net of we er al zijn. Prachtig mooi. Nou, misschien kunnen we hier nog wel een thumbnailtje van maken. We zien het vanzelf. En het is ook een behoorlijk stuk. Het is ook een behoorlijk stuk omhoog rennen, moet ik zeggen. Dus ik denk zo haast dat wij hier rechts onderin even de elevation neer gaan zetten. Nu weten jullie al dat het gebeurd is. Want jullie zitten al een half uurtje te kijken. Maar ik weet niet helemaal of die precies gaat kloppen, die elevation meter. Maar we zullen het zien. Ik moet zeggen dat dit een stuk zwaarder is dan de run van 2 weken geleden. En excuses dat ik de vorige week niet was. Ik zou de KLM van Delft gaan lopen. Alleen, er kwam iets tussen. Iets persoonlijks. En dat kan altijd gebeuren natuurlijk. Je kan niet elke week maar blijven lopen. Dus wij gaan dus even verder. We gaan dus even kijken hoe hoog wij komen. Nou, Walking Channel is het geworden, ja. Ik krijg nu al klachten, jongens. We gaan verder. Yo! Thank you.
Ach, kijk eens, een bandje! Een bandje! Stoppen ze net nu ik hier ben. 3, 2... En ze beginnen speciaal voor mij even weer te spelen. Jongens, we gaan weer door. Dit. Ik zit op 3 kilometer en de eerste
loper zag je net voorbij komen. En nu zitten we wel op 7 kilometer of zo. Nou, ik heb toch merken dat we nog even iets meer moeten sporten. Lachen man. Komt de tweede alweer aan. Oh, het is wat. Hoe kan het? Nee, dat kan niet mevrouw. Nee, dat gaan we niet doen. Anders dan hebben jullie ook niks meer te beleven daar op YouTube. Nou, we gaan weer lekker door. We zijn straks zo op de 5. En dan is dat weer omkeren geblazen. Yo!
Ah, kijk, mijn favoriete deel van de run. Een lekker drankje. Sportdrankje. Oh, heerlijk. Jan, ja. Zet hem op, hè? Ik ga mijn best doen. Ja, tuurlijk doe je je best. Oh, het is, dit viel me allemaal nog mee. Maar ik zag dat wij gigantisch omlaag aan het rennen waren net. En we hebben hier het keerpunt zitten. En dan, sorry hoor. En dan blijkt het dus dat we die ook weer omhoog moeten. Dus ik denk dat wij zometeen een gigantische hartslagverhoging krijgen. En jullie zullen aan de elevation zien dat die ook weer lekker richting de 62 meter gaat. Ik ben heel benieuwd of we dit volhouden. Vast wel. En dan moet het maar gewoon. Niks aan te doen. Half uurtje. We hebben gedaan over de 5 kilometer. Ik vind, als ik nog een half uurtje over die andere 5 kilometer doe, dat ik het mooi gedaan heb. Netjes. Prachtig mooi gebied trouwens hier. Het is echt, ja, het is echt een heel mooi natuurpark natuurlijk. En ja, dat kan je wel zien, hè? De Sallandse Heuvelrug. Nou jongens, we hebben weer genoeg geluld. De 5 kilometer. Ik zeg, half uurtje. Zijn wij weer naar binnen. Nou jongens, tot later.
Nou, we hebben de top bereikt. Ik zal even het lensje poetsen. Zo. We hebben dus de top bereikt. En het was wel weer een beste zwaar hoor. Hartslagje zit weer lekker over de 170. Mooi man. Kunnen we die even weer laten zakken? Later. Ook nog vanuit gaan dat er hier een paar halve marathonlopers zijn en die doen dit gewoon even twee keer. Ik zag ze er alweer als Speedy Gonzales aankomen en ze zullen mij straks vast inhalen. Nou, ik ben benieuwd, maar er lopen nog zoveel. Niemand zal ooit weten of ik laatste was. Nou, je moet natuurlijk de uitslagen bekijken, maar doe dat maar niet. Ik denk dat ik weer ergens in het midden eindig. En nou, heerlijk, 62 meter. Ik hoop dat de elevation daar rechts dat ook aangeeft. Dan klopt mijn nieuwe Phoenix horloge in ieder geval een klein beetje qua data. De elevation is natuurlijk de hoogte voor ons niet-Engels pratende mensen. Ach, kijk, alles zwaait. Dat is altijd gezellig, hè? Dat is altijd leuk. Mensen even zwaaien en zo. Zwaaien. Ja, zwaaien. Ja, kijk, zie je? Het lukt wel. Nou, ik heb even genoeg gerust. Ik zit weer op hartslagje 150. Die proberen we aan te houden totdat wij over de finish komen. Ik denk niet dat ik hem in één keer doe, maar dat zien we wel. Het is ook nog maar 3,5 kilometer, hè. Jongens, tot straks, tot later. En vergeet niet, subscribe, liken, even op het belletje drukken. En laat een comment achter. Ik zeg toedeledokie.
Precies 8 kilometer zitten we nu. Nou, 50 minuten. Dus het binnen een uur gaan we niet meer redden. Maar dat hoeft ook niet. We hebben ook aardig gewandeld. We moeten ons nog een beetje sparen voor volgende week. Want ja, dat wordt een lange video. Ik denk dat dat wel een videootje van 2,5 tot 3 uur kan gaan worden. Mijn god, als YouTube dat maar accepteert. Dat worden heel wat giechjes te verwerken voor het mooie streamingplatform. Nou, we hebben nu de 8 kilometer gehad. Dus nog 2 te gaan. En ik weet het niet meer hoe wij in het begin gingen. Of we nou veel omhoog of omlaag gingen. Ik hoop dat we nu weer een klein beetje. Hey, mooi, hè? Ik hoop dat we nu weer een klein beetje omlaag gaan. En dan. Kunnen wij hem straks heerlijk afsluiten. Want Jampie heeft ook wel weer dorst. En ik ben heel benieuwd wat ze mij meegebracht hebben. Ik zag aan de vorm in het tasje dat dit een groter biertje was. Of misschien wel een blikje. Maar daar gaan we achter komen. Daar gaan we achter komen. Nog 2 te gaan, ja. Daar gaan we nu ook aan beginnen. Ik vind het goed. Jongens, tot straks. Tot bij de finish. Yo!
Look at me like I'm crazy. When I shut my feelings down, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Nog een paar honderd meter te gaan, jongens. En dan hebben we hem alweer gehaald. Nog 200 meter om precies te zijn. En ik ben back af. Het is hartslagje 180. Maar niet te stoppen natuurlijk. We gaan lekker door. Oh, waar is die finish? Ik ben kapot.
hier ook lekker druk. Warme mensen allemaal. En ja, ik zie de finish al. Nog 100 meter te gaan. En dan hebben we hem. Dan hebben we hem te pakken. De diepe helloop. En het was ook zeker een diepe hel. Het was bijna niet te doen. Die berg op. Maar al met al een zeer goede training voor de halve marathon van volgende week. Daar gaan we. Net niet binnen een uur. Ja, daar gaan we dan. De finish over, jongens. Ja, bijna. Daar gaat hij. Dan op een prachtige de halve. Zeg maar, marathon in Zwitserland. Prachtig afleiden. Lekker gerend. En we gaan nu direct naar de afsluiting. Vandaag weer de stilstand, maar nu in de diepe Hogeberg. Hier is de winnares, Vara Steekler. Nou, we hebben hem weer overleefd. De diepe helloop, 10 kilometer, iets meer dan een uurtje. Maar we moesten dan ook wel op een hoogte van 62 kilometer lopen. Of kilometer? Meter. Laten we het nou niet overdrijven. Ja, het was een best pittige loop. We gingen ook behoorlijk pittig omhoog. En ik was zeer blij als wij weer steeds een klein stukje omlaag gingen. Dat deed mij altijd weer goed. Volgende week wordt het aardig wat drukker. Volgende week dan gaan wij de 21,3 kilometer lopen op Terschelling. Dit is de Berenloop. De zwaarste halve marathon van Nederland, wordt gezegd. Twee weken daarna gaan wij naar Nijmegen toe. En dan gaan wij de Zevenheuvelenloop doen. Dit is 15 kilometer en je raadt het al, zeven heuvels op en neer. Dus ja, ik heb nogal wat ingepland. En wij gaan tussendoor, tussen de Berenloop en de Zevenheuvelenloop, gaan wij ook nog eventjes een leuk loopje bij SV Friesland doen. Nou, ik ben er wel weer helemaal klaar mee, jongens. Ik heb dorst. Jongens, vergeet even niet, eventjes abonneren. Druk even op het belletje, like deze video en laat even een leuk berichtje achter. Dan gaan wij nu genieten van een heerlijk speciaal biertje. En ik zei het al, onder de run, ik dacht al, wat zit er voor groots in mijn tas? Maar het is dit keer geen flesje speciaal bier, maar het is een groot blik geworden. Het valt mee, 5,6% en het heet Ziwik. Het lijkt wel Pools of weet ik veel wat het is. Ziwik. Ah, het staat er wel in het Engels op nog gelukkig. Ingredients, water, malted barley, hops, hop extract. Meer is het niet. Malted barley, hop en pure mountain water. Always from Ziwik. Ah, proudly made in Poland. Dit is dus een Pools pilsje. Daar moeten we het even mee doen. Ik ben heel benieuwd hoe die smaakt. Een dikke halve liter, jongens. We zullen het krijgen. Komt ie. Oh, hij is hartstikke koud, jongens. Hij is hartstikke koud. Lekker, man. Nou, komt ie. Ja. Nog een slokje. Ja, dit is eigenlijk geen speciaal biertje. Dit is gewoon een biertje uit Polen. Net als Heineken uit Nederland komt. Hij is dus niet vies. Beetje waterig. Nee, dan zou ik liever een... als ik toch een normaal biertje drink, gewoon een Hertog Jannetje willen hebben of zo. Dit is ja, een beetje een waterig biertje. Mm. Ach, daar komt de trein ook al aan. Het is wat, we zitten hier vlak bij het spoor. Lekker op de parkeerplaats. Biertje te drinken. Nou, weet je wat we doen, jongens?
Dan sluiten we hem weer lekker af. Ik ga dit biertje nog even op drinken. En wij gaan volgende week naar Terschelling toe. Lekker met de boot. 2 dagen in het hotelletje. Ik heb er heel veel zin in. Jongens, geniet nog even van het weekend. Geniet van de week. En geniet van het leven. En tot volgende week.